het begin van alweer een uitzending van vandaag in Inside Oranje. Gewoon vanuit onze eigen studio, een beetje aangekleed, bierpulletje erbij, maar verder gewoon oud en vertrouwd. Vieze toiletten, alles zit er gewoon bij. Helene en ik wat van zeggen. Want wij zijn overeengekomen dat deze toiletten, wij poepen er lustig op los. Ja. En nog ruimte voor je knieën. Hè? De deur kan gewoon dicht. Net genoeg ruimte, niks aan de hand. Ja, bij de dames dus ook. Ik vind het een hele decadente opmerking van Angela de Jong om te zeggen van die vieze toiletten. In eerste plaats zijn ze niet vies. Mm-hmm. En het kunnen wat ouderwetse toiletten zijn, maar verder geen ik haak mee. Mijn kwakje wel kwijt daar. Nee, maar ga je daar beter of slechtere tv van maken? Het is allemaal zo'n gelul, die mensen die dan... Kijk, ik vind het een belediging tegen heel Nederland dat cultuur alleen maar uit Amsterdam komt. Ja. Maar ik vind het ook dat geneuzel van die mensen die nou voor Jinek kiezen, weet je wel. Want ja, van wij gunnen haar dat, hè, dat fijne, dat je wil de kwaliteit maken. Moet je in Amsterdam zitten? Wat een gelul, dat maken de mensen zichzelf wijs, man. Even voor de duidelijkheid, Angela de Jong... Dit zijn uitstekende studio's. Wij hebben, ik weet nog wel, waar wij bij John de Mol zaten. Ja. En wij hebben geëist, maar niet naar Amsterdam, hè. We willen wel gewoon het Mediapark. Nou ja, dat is het gekke natuurlijk ook. Want voor de mensen die het gemist hebben, Angela de Jong had weer een column geschreven over het feit dat zij wel mee vond vallen dat die 2 miljoen extra... Dat vond zij niet zo erg. Maar ook de toiletten waren nog heel vies hier bovendien. Ja, maar ik vind het ook wel een beetje... Sorry, maar meehuilen met de wolven in het bos. Want kijk, dat je op locatie wil, ja, dat doe ik zelf ook. Dat snap ik heel erg goed. Dat het 2 miljoen is, Avrotros zegt volgens mij van niet. Wij weten ook niet hoe ze de kosten-baten-analyse hebben gemaakt. Maar dan denk ik... Oh, jij gaat ook mee met... Nee, maar ja, eigenlijk wel. Maar wat ik wel vind, dit is 2 miljoen. En dat is heel veel geld, hoor. Maar gelet op het feit dat je zoveel geld alweer eraf moet halen dit jaar. Maar dan wordt hier gezegd, er staan hier lege studio's. Ja, die moeten toch ook betaald worden als je erin gaat zitten. Nee, dus maar wat maakt het beter om het daar te gaan doen? Nee, ik ben het mee eens. Wat Johan zegt, je had het eigenlijk niet in Amsterdam moeten doen. Want dan heb je meteen dat stigma van de grachtengordel, wat ik begrijp, had dan gekomen. Voor Utrecht, lekker in het midden van het land. Maar ik snap wel... Wat is er mis met het Mediapark? Nee, waar de studio's kant en klaar staan, daar, waar je heel goed kunt parkeren, vind ik niet onbelangrijk. Nee, dat klopt. Maar dat ik wil niet meer naar Amsterdamse programma's omdat ik mijn auto niet kwijt ben. Nou, dat begrijp ik ook wel. Maar dan kun je naar... Kijk, wij hebben in Zeist gezeten en ik durf echt wel te beweren dat het een toevoeging is dat we daar op locatie hebben gezeten, andere omgeving. Nou, maak je daar betere programma's? Nee, ik denk niet dat je betere programma's maakt. Het plaatje ziet er anders uit. Nou ja, dat is ook het voorbeeld is natuurlijk Boulevard. Die zaten ook altijd op Leidseplein, maar door die veiligheidsmaatregelen moesten ze hier naartoe. Dan worden de opnames van het Leidseplein worden vertoond alsof ze nog steeds op het Leidseplein staan. Maar ze staan hier gewoon om de hoek. Ja. Dus dan denk ik bij mezelf, ja, laat een paar plaatjes uit Amsterdam zien. Dus maar dat je jullie er moeten zit. Ook toegeven dat jullie, toen jullie in Otterlo zaten, dat was toch fantastisch? Dat was hartstikke leuk. Nee, ik vond het helemaal niet leuk op zo'n vakantie. Ah, jawel, dat was hartstikke leuk. Jij stond er altijd met die mensen, met die fotootjes. Je vond dat gezellig, sigaartje rook. Nee, dat vond jij best wel leuk. Dat was wel fair. Maar overigens moet ik wel opmerken dat Angela de Jong die vindt de scheidhuizen wel smerig, maar ze loopt de deur plat hier, want ze is iedere avond hier wel in het programma. Maar voor het toilet ik weet niet, dan plassen zeker de bosjes of zo. Maar even voor de duidelijkheid, mensen, zo zien de toiletten bij ons eruit. Dat u even denkt, we hebben die gasten nou, dit is ons toilet. Hartstikke schoon, kijk eens hier. Kijk, oké, Ik ben wat remsporen, maar dat geeft toch niet? Nee, maar dat is thuis ook. Klein remspoortje. Maar kijk, hartstikke ruim ook, dan kun je makkelijk zitten. Papier hangt er ook gewoon. Nou, als je hier gaat over... Ja, nee, als je hier loopt te zeiken... Nee, dat vind ik ook raar. Een beetje overdreven. Maar ze zijn wel ruim. Ja. Wij hebben het gemeten dat met een beetje inschikken zouden we er samen in kunnen. Ja, maar lukt dat bij jou ook, Arend-Jan? Wat zeg je? Die knietjes steken de deur aan bij jou of valt het mee? Ik kan er niet in, ik ben het te groot. Ik wist het. Maar zouden onze kijkcijfers beter zijn als we nu niet in deze studio zouden zitten? Nee, dat denk ik niet. Maar het gaat ook een beetje om hoe je erbij voelt. Vind ik heel belangrijk. En dat nou, waar zit je nou? Ja, trendy studio. Een studio is toch een studio? Nee, dat is onzin. Nou, voor mij is een studio een studio waar ik binnenloop, ga ik zitten. Ik vind het bijvoorbeeld heel belangrijk dat er in ieder geval heel veel publiek eromheen is. Een ander vindt dat weer helemaal niet maar fijn. Maar dat kan hier toch ook? Ja, dat klopt. Dat is ook zo. Maar ik vind, als je in bijvoorbeeld zoals wij zaten in Zeist, dan krijg je gewoon een andere dynamiek. Nou, daar hebben we helemaal geen last van die poepenkast. Nee, jullie niet, wij wel. Nee, maar René en ik zijn bijvoorbeeld types. Wij vinden het prettig dat je in een vertrouwde omgeving zit. Ja, jullie, maar dat de het normale even, mensen niet. Van de hele crew er zijn en zo. Ja. En dat gedoe naar zo'n camping. Ik vind Zeist een mooie locatie, hoor. Mm-hmm. Maar ik vind het allemaal gedoe. Ik vond alleen Scheveningen leuk. Dat was leuk, een kopje koffie drinken, even strand wandelen. Dat vond ik zo makkelijk, want dat is zo voor mij naast de deur. Nee, maar dat doen we niet meer voor jou, dat is veel te ver. Maar dat was wel leuk, gewoon even een kopje koffie drinken. Nou, ik haat Scheveningen. Ik zie in Scheveningen alleen maar ordinair volk. Verkeerde gouden kettingen, hoogtes onbruin. Nee, maar dat is Haags. Ja. Dat is Haags. Ja.
als een Hagenaar, als je naar een Hagenaar kijkt, is er altijd wel iets fout. Ja. Zijn zonnebril, zijn tasje, zijn schoenen, zijn hempie. Er is altijd wel iets wat niet goed is. Zijn accent. Maar het leuke is, als je Rob komt natuurlijk uit Den Haag. En dan zag ik hem al aankomen, witte schoenen. Ja. Niet goed. Hoezo niet? Dus dat is niet goed. Witte sokken en dan zei ik tegen hem, Rob, heb je lang getwijfeld? Hij zegt, voor wat? Ik zei, voordat je ze kocht. Want het feit dat je ze ziet staan, wil nog niet zeggen dat je ze moet kopen. Dat is geen noodzaak. Dat is geen noodzaak. Nee, het is geen must. Die ze nooit meer aan. Nee? Dat hebben die Hagenezen wel weer, weet je wel. Ja, die zijn gevoelig. Ja, daar zijn ze gevoelig voor. Ze hebben een beetje de smaak van het woonwacht. Ja. Onze cameraman is inmiddels gaan zitten op het toilet. We willen even kijken hoeveel ruimte die nou heeft. Even checken. Hier. Lekker, man. Ja. Lekker. Hier, makkelijk, man. Wat staat hier, daar? Wat staat daar? Nog niet eens tegen de deur aan. Wat staat daar? Ik weet niet wat daar staat. Japjum? Tatoeage. We gaan steeds hoger. Ja. Ja. Zoiets. Maar nog even terugkomend op dat op locatie gaan. Ja. Oh, je moet je zin hebben. Ja. Wie? Ja, ja. Vertel. Sjoerd Ramshorst zit nou ook op locatie. Ja, in Baren. Nee, in een topprogramma. Ja, maar het is anders. Het is weer eventjes... Maar, ik vind het fris. Dat is niet beter. Nou, oké, dat is jouw mening. Maar het is in ieder geval weer even een andere dynamiek. Maar wat ik wilde zeggen... Maar hoe kom je aan iemand als Sjoerd Ramshorst? Hoezo? Dat is toch een uitstekende presentator? Ach, pleur te God, nou, hoe kom je daar nou weer bij? Ach, meid. Wat vind je daar niet goed aan? Nou, het is saai. Ja. Zo saai. Ja, we zitten niet allemaal Johan Dijkster, nee? Nee, dat weet ik, maar zo saai. Nou, dat vind ik wel mee. En dat vond ik en Wietse van der Groot zo saai. Nee, dat ben ik niet met je eens. Die andere, die voor Ramshorst, hoe heet die? Ja, van die geïnformeerde jongen van de Veluwe. Oh, zo saai. Ook zo ja, die vond ik ook saai. Nee, maar, nee, als je nou, zijn er nog goeie? Henry Schut hebben we het over, toch? Nu? Oh, Henry Schut. Henry Schut, ja. Ja, maar als je nou toch... Als je nou die jongen neemt, die wat ik net zei, van Rondo. Wietse. Daar zit je vijf keer, er gebeurt gewoon niets. Ja, maar denk je dat het ook niet gewoon met de dynamiek aan tafel heeft te maken? Nee, maar heb jij wel eens, goede tekst uit Marco van Basten en Jan van Halsen? Je moet Van Basten ook wel eens even kietelen. En je moet Ruud ook wel eens even zeggen dat hij er misschien een keer naast zit. En tegen Jury ook een keer zeggen. Weet je, maar het gebeurt niks. Dat je zit te kijken naar gewoon... Niks. Maar goed, maar die miljoenen dus, daar wou ik nog even op terugkomen. 2 miljoen is heel erg veel. Maar als we kijken naar wat de NOS binnenhaalt aan geld voor de samenvattingen... Wij verdienen het. Ja, maar, jullie. Maar je bedoelt nu op die pleinen allemaal en zo? Nee, dat is een andere discussie. Maar ik bedoel, we zitten nu op Eva te rammen. Terwijl ik dan denk, ja, die samenvattingen die worden ook betaald van belastinggeld. Dat is meer dan vele miljoenen. Ja, maar je kunt lullen tot je in ons weegt. Maar het verschil... Hier zitten en in Amsterdam zitten, het verschil is 2 miljoen. Ja, en als een zender heel erg veel moet bezuinigen, dan is dit... Ja, dat is toch de kern, Johan. Kijk, het feit dus dat er tijdens die verkiezingen... nadat die verkiezingen waren geweest, werd gesproken... 100 miljoen, 200 miljoen, misschien wel 300 miljoen eraf. De discussie gaat over het feit dat die publieke omroep moet inkrimpen. Dan is het toch gek dat je op dat moment ervoor kiest... om meer extra veel geld uit te geven om op een locatie te moeten zitten. Hoeveel mensen kun je in dienst houden voor 2 miljoen per jaar? Nee, dat is ook zo. Maar zij hebben een budget gekregen hiervoor. En misschien besparen ze wel weer op andere dingen waar ze normaal gesproken... Ja, op het salaris van Eva. Ja, maar dan moet je eerst een overzicht hebben van... waar de kosten naartoe gaan. Ja. Maar je zit er fanatiek in, hè? Als Eva Jinek enig verantwoordelijkheidsgevoel had... had ze het zelf afgewezen. Als ze zegt, nee, ja, maar ik neem aan dat zij hiervoor gevraagd heeft. Ja, dat denk ik wel, maar ze woont dicht bij Amsterdam. Dus dat is kinderen, een wipje. Ja, op de fiets. Dat is wel zo makkelijk natuurlijk. Maar ik las vandaag ook dat die Arnold Karskens verdient 1,5 ton. Ja, die heeft maar dus... dat is wel een goed programma. Voor Nederland. Ja. Ja, maar het toppunt is... ze hadden zichzelf eerst een limiet opgelegd... van maximaal de helft van de balkennen. Ja. Vervolgens hebben ze zelf met die Renette Klaverklever, hoe heet ze? Die nieuwe Klever inderdaad, die dame die nu ook gewoon het kabinet ingaat. Hebben ze zelf de statuten veranderd en hebben ze het verhoogd tot bijna het maximum wat ze konden krijgen. Bizar, hè? Dat is toch ook apart dan? Echt bizar. Jawel, maar die Klever die haalt natuurlijk het potje van de hulp aan Afrika en dan geeft hij aan Karskens. Jawel, maar ik bedoel, die mensen stappen er eerst met een bepaalde overtuiging in. Ja. En zo, kijk, zo gaan wij het doen. En ja, ze maken jongens, goede programma's. Die jongens bij Pound schijnen zichzelf ook heel goed te belonen. Nou, die zitten ook heel dik erin, ja. En dat verdient hij ook nog dik bij hier natuurlijk, Rutger. Dus die punt ook er een beetje bij. Maar, ja, wij kunnen geloof ik beter per avond betaald worden. Dat worden we ook. En ik ook. Je moet je contract wel lezen, man. Oh ja.